Met applaus worden ze vanmiddag in het stadskantoor van Meppel verwelkomd voor de huwelijksvoltrekking. Het is de wens van de zieke Gea Schuurman en haar vriend Douwe. Gea verloor enkele jaren geleden haar man, de vader van haar kinderen. Toen ze Douwe ontmoette, leek het geluk weer met haar te zijn. Maar vorig jaar hoorde ze dat ze ongeneeslijk ziek is. Ze wil graag trouwen, maar heeft het geld er niet voor. Haar dochters beginnen via Facebook een actie. Het is het laatste wat we voor haar kunnen doen en dat moet zo groot mogelijk worden. En vandaag is het zover. Leden van de motorclub No Surrender begeleiden de limousine met het bruidspaar. De wet aan de huwelijksreceptie verbindt. Dat is toch ook jouw antwoord? Ja. Een emotioneel moment, zeker als de ringen worden omgedaan en de getuigen hebben getekend. In de hal van het stadskantoor worden Gea en Douwe opgewacht door de leden van No Surrender om ze geluk te wensen. En buiten staan tientallen mensen te wachten om ze uit te zwaaien. De wens van de zieke Gea is uitgekomen.